Hallo en welkom bij weer een nieuwe aflevering van de YouTube Donkeys. Een waarschuwingsbord, beren, maar zien we ze vandaag ook wel? Ik ben benieuwd. Slechte wegen, je kent het wel. We gaan er vol tegenin met onze Fiat Ducato. En als we boven komen zien we alleen maar vierwieldrijf Overland trucks. Maar het gaat gewoon met de Fiat Ducato. Het is trouwens maandag, het is wasdag, dus Joke die gaat van alles ophangen. We gaan naar de Seldschuken. Wie zijn dat? We leggen het uit in deze video. En dan krijgen we pech. We krijgen pech met onze waterpomp. Hoe repareer je een waterpomp onderweg? Hallo, ik ben Erik. En ik ben Joke. Samen zijn wij de YouTube Donkeys. En weet je nog, vorige week, we liggen op de uitkijk. We wachten op beren. Maar tot nu toe, het is slecht weer, het regent. En dan zie je die beren niet. Die blijven lekker in hun holletje. Maar gelukkig, de volgende dag is het weer beter. Maar ja, geen beer te zien helaas. We kunnen er niks aan doen. Ook deze mensen, allemaal overlanders met hele zware vierwieldrijf trucks, zijn ook boven gekomen. Net als wij met onze Fiat Ducato. Niks aan de hand, maar ook geen beren gezien. Zit ik iedereen te waarschuwen? Sta ik in je berenhap? Berenhap. Nou, het is geen berenhap. Ga er weer vandoor. Is meneer een goede dag zeggen? Zeker. Dan gaan wij naar de volgende afdeling. Ja, zou jij even mijn plezier willen doen? Nou. Meneer zijn opladen telefoon. Oh ja, hij heeft onze stroom ontdekt. Dat is wel heel erg handig. Ja, dat was heel lief van jou. Daar heeft hij natuurlijk geen stroom of wat. Dus hij mag het hier opladen. Hij wil even een foto op, zet jij nu? Ja man, ja palm. Achter wel lachen. Hij wil een foto. Ah, ik ook. En dan gaan we dan. Afscheid nemen is nooit leuk, maar ja, dat moet toch gebeuren. We gaan verder, want we willen aan de overkant van het meer willen we gaan kijken. Daar valt ook van alles te zien. Wegwezen. Zo gewoon stoer het hele eind achteruit rijden. Ja. Leuk. Dat lukt jou niet. Ja, dat lukt jou. Wat denk je zelf dan? Een mooi sneeuw op de bergen. Oho. Kijk, hier reden ze dus met de dikke vierwieldrijf. Maar wij doen dat gewoon. Ja, en dan zul je wel denken, waarom is dat zo'n puinzooi? Maar dat hebben de beren gedaan. Kijk, dan ja, zie je de beren ook dat wel zijn die hè? Stoute beren. Ja. Daarom zeg ik, wat ze moeten hebben is hetzelfde als in Amerika, afsluitbare containers waar de beren niet in kunnen. Ja. Komt nog, rustig aan. Wat mooi groen is het hier trouwens, hè? Maar dan hoorde jij net wat van die ene meneer. Ja, dat is allemaal aangeplant. Hè? Dat is 20 jaar geleden. Het sprak net iemand hier, 20 jaar geleden, toen was het helemaal kaal. En ze hebben vanuit Istanbul, van het staatsbosbedrijf, hebben ze dit helemaal aangeplant. Nou, er is wel van opgeknapt, hè? Ja, het is wel heel mooi hoor. Het is ook goed voor de natuur, voor het water, het zee, ja. Alles. Ja, nou, dit soort weggetjes, dat kan eigenlijk met een Fiat Ducato prima. Het scheelt wel dat je luchtvering hebt, dus je kan hem even flink omhoog pompen. Dan heeft hij wat meer bodemvrijheid. Ja, je weet alleen niet, hoe ver ga je met deze weg? Dat we komt. Gaan tot het gaatje. Tot de max, we gaan altijd tot de max, met alles. Het is een heel dik gat. Waar? Ah, hier. Ja, maar dat kan makkelijk. Dat gaan we gewoon doen. We willen het bijmaken hoe dat gaat. Kijk. Nou, sommigen zetten hem hier al in de vierwieldrijf. En wij staan zo met de stil, maar dat vertellen we dus nog niet. Nee, hè? Daarom. We kunnen een boer bellen, die moet helemaal uit de stad komen. Wat mij dan mooi. Dat soort dingetjes. Daar. Wat is een mooi plekje? Oh, een mooi berenplekje. Ja. Berenmooi plekje. Kijk, hier kan je een mooi stukje deze kant op zetten en dan draaien we hem daar straks met de kont in. Nou, we gaan kijken wat hier te zien valt. Want, vertel. Ja, ze hebben iets over een bronnetje, dat was 300 meter daar. Ik vraag het maar af hoor. Ja, maar die andere meneer zegt, er is helemaal niks. Daarom, dus mijn manier om erachter te komen. Lopen. Even kijken. Oké, go, go, go. Ik ben blij. Dat? Dat jij hier niet rijdt. Zie je wat een groot gat hier ja, zit? Ja, hier overal. Oh. Zal dat niet zijn van die vulkanen waar ze het over hebben, die gaten? De? Van die vulkaan. Ja, wat was dan met die vulkaangaten? Daar komt toch allemaal rook uit en alles? Dit kan het wel zijn hoor. Dat, oh, dat komt af en toe. Juist. Ah, er komt ook wel as uit, zie je dat? Hier. Dat klopt wel. Ja, maar... Ja, dit lijkt een beetje op... waar waren we ooit een keer? Ja, hier, kijk. Dat is wel as.
Maar, het is wel vulkanisch. Dit lijkt wel Nieuw-Zeeland. Dat bedoel ik. Ja, nou weten we weer hoe het zat. Dat was in Nieuw-Zeeland. En daar kwam niet alleen een beetje as uit de grond. Daar kwam een complete vlam uit de grond. Daar stond gewoon het hele gebied in de brand. Gelukkig viel het hier nog mee. Dit valt niet mee. Dit is de weg terug. Maar die gaan we gewoon rijden. Want dat wil allemaal prima. We hebben zin om een kopje koffie te drinken. Dus we gaan een mooi plekje zoeken. Met een mooi uitzicht op een berg. Ik vond het een hele mooie plek waar we vannacht stonden. Zeker, zeker. Ik geniet van het groen. Alleen jammer. Dat hebben we niet gezien. Beren. De beren niet. Ze zijn er wel. Maar ze zal er natuurlijk wat zorgen dat ze niet gezien worden. Dat, ze hebben ons ook niet opgegeten, dus dat scheelt ook weer. Ja, ze wouden geen thaivlees, zei je. Nee, inderdaad. Dus, we zoeken een mansbiefstukje. Ja, en die is er niet. Helaas. We nemen weer afscheid van het mooie gebied. Nou, gaan we weer naar het meer terug. Naar het meer. En hoorde je dat gerammel? Nou, dat hoorden we dus 2,5 uur achter elkaar door. En dan zou je denken, want dat zijn we gewend, dat dan je halve camper uit elkaar trilt. Maar het gebeurt helemaal niet. We hebben echt de hele weg geen schroefje hoeven aan te draaien. Dit plekje daarin. Ja, zo. Zie je dat? Staat hier goed wakker. Niet te ver. Stop. Hoor, de wind waait zacht, de donkies zijn weer op avontuur. Zit je klaar voor een nieuwe film? Wij zijn de YouTube donkies, jij en ik. Pak mijn hand en kijk met mij. Samen lachen, dat maakt ons blij. Maffe donkie zonder bezwaar, zit je er al voor klaar? Met klik op play, begin de reis. Avonturen wachten, elke keer een nieuwe prijs. Kijk mee en zie wat we nu weer vinden. Wij zijn de YouTube visite. Hier hebben we dan hond 421. Die vindt het allemaal wel mooi. Hè? Kijk, dit is de was. Als je dacht dat het alleen maar vakantie was. Was. Dan moet je teleurstellen. We doen af en toe. We laten af en toe even de was in de was. De was is gelaten gedaan. Dat is wel ideaal, hè? Ai. Ja. Wat? Zodat hij tegen de band daar gaat. Oeh. Dan kan ik weer de was in de was doen. Helemaal niet goed. Maar goed, kijk, zo gaat dat dus. Je geeft die hele zak met was hier aan de mevrouw van de camping. Die was dat eventjes. Vervolgens maak je een financiële bijdrage over van 100 lira. 3 euro ongeveer. En dan is dat weer helemaal geregeld. Schone was. Ah, kijk eens aan, het is etenstijd. Nou ja. Wat gaan we eten vanavond? Weet je wat? Wat gaan we eten? Laten de mensen dat raden, wat we gaan eten. Ja, ik ik durf het haast niet te gokken. Ik durf het haast niet te zeggen wat het wordt. Ik zal nog even de wat ingrediënten... Wat kook ik altijd? Altijd niet. En als ik wel kook? Ja, ik ga het niet zeggen. Ik wil het gewoon meemaken. Ik wacht toch even af met enige opmerking. Durf niet. Kijk eens vrolijk. Durf je niet te eten of zo? Nou, ik durf het wel te eten, want ik heb gewoon honger. Nou, wat eten we? Nou, ze hebben het geraden. Ja, wat is het geworden vandaag? De spanning stijgt. Het is weer macaroni. Het is macaroni geworden. Nou, wie had dat nou verwacht? Niemand toch? Kijk eens aan, de was klaar, lekker gegeten en wat wil je nou nog meer? Verder gaan bijvoorbeeld. We gaan verder langs het Vanmeer, want we gaan op zoek naar de Seldsjoeken. Wat waren dat ook alweer, Seldsjoeken? Dat gaan we zo eens even helemaal uitleggen, want dat is toch best wel interessant. Die Seldsjoeken die in Turkije gezeten hebben. Dit hebben we nog nooit meegemaakt. Hier staat een bordje voor een museum. En wat is er te doen? Niks. Zo te zien helemaal niks. Of het is aan de verkeerde kant, hè? Dat we de verkeerde kant in gaan. Dat kan ook, maar dat geloof ik echt niet.
Ik weet het niet. Oh, daar is nog wel wat te doen. Daar is nog wat te doen. Kijk, hier. Hier is die. Kijk, ja, oké. Okay. Oké, draaien. Even schrikken. Hebben ze de bordjes al niet weggehaald? Daar staat ook een bord. Wij zijn in Alat. Jawel. En ik heb gisteren gelezen, dankzij een zekere meneer die met een motor door Turkije rijdt, in Nederland, dat hier een heel het grootste, oudste, grootste. Oh jongen, dat kwam er niet meer uit. Dat hier in Seldjuken van Seldjuken begraafplaats is. En die gaan we eerst even bezoeken. En we reden er net al voorbij. Maar, dus kijk. Even kijken. Ja, mee zuidelen. Dat moet zijn. Dus hier. Zometeen naar links. Nee, die kant op. Dat is links. Ja, oh ja, ja, je hebt gelijk. En dat klopt, linksaf en daar sta je zo in één keer bij de ingang. Dit is de grootste Turks-islamitische begraafplaats ter wereld, dus dat is nogal wat. Hier staan meer dan 8000 van deze stenen nog recht overeind en er zitten er nog minstens evenveel onder de grond. Het hele project is gemaakt door de Turkse universiteit en er hebben zelfs Italianen aan meegeholpen. Nou, en wat is nou zo bijzonder aan die stenen van die Seldjuken? Ze zijn tussen de 10e en 13e eeuw gemaakt en ze zijn rijkelijk versierd. En als we het hebben over rijkelijk versierd, dan is het ook rijkelijk versierd. Moet je eens even kijken hoe dat eruit ziet. En dat allemaal met een hamertje en een bijteltje. Hoe ze het voor elkaar gekregen hebben, Joost mag het weten. Maar ja, die zal het ook wel niet weten, helaas. Het zijn wel heel veel stenen hoor. Maar ja, je kan natuurlijk niet alles zien en we hebben ook een keer genoeg ervan, dus we gaan verder. We gaan even naar een soort vallei kijken. Even. Het kan zijn dat het ons tegenvalt. We rijden nu nog langs een Seldjuken begraafplaats met een grafdombus. Nou, ja, gewoon even kijken. Is niks, zijn we zo weer weg. Is het hartstikke mooi, blijven we de 3 weken kamperen. Bij wijze van spreken. Oké. En daar gaan we weer. Even de vallei in Google Navigatie gezet. En wat gebeurt er? Je raadt het al. We komen weer over de gekste wegen. En er klopt echt helemaal niks van. We draaien een paar keer om. We kijken rond. En zo proberen we dan toch die vallei te bereiken. Maar de wegen worden steeds slechter. Het gaat echt helemaal niet goed. Wat is er aan de hand? Nou. Waar dan het Vadesius Google doet in water halen. Jongen, dat is even zoeken zeg. Het is trouwens wel een mooi landschap, dus we rijden met plezier, rijden we rond. Want we zullen die vallei vinden. Zal dit hem zijn? Deze lijkt er al wel een beetje op. Dat zal best wel eens kunnen. Maar een stukje verder vinden we dan uiteindelijk de juiste vallei. En doordat we zo lekker heen en weer rijden, denk ik dat we toch een beetje opvallend ons aan het gedragen zijn. En wat gebeurt er dan in Turkije? Dan maak je kennis met de Turkse politie. Ja, en die zijn hier natuurlijk overal, dus die houden ons eventjes aan. Maar dat is over het algemeen gezellig en een leuk gesprek. Welkom. Yok ya, hiç problem yok o zaman. Problem yok. Problem yok. Tamam, okey. Sadece orada bir sıkıntı çocuk var. Kaç gün burada kalacaksınız? Belki 2-3 gün. 2-3 gün. Bu tarafı geldi. Vavam gölü. Bir sorun olursa 112. 112 evet. 112 arıyorsunuz. Evet. Tamam. Türk'le tamam. Beraber. Türk, ama problem yok. Problem yok ya. Her şey. Tamam. İyi, bize böyle ihbar geldi. Sizi rahatsız ediyorlar gibi. Aha, öyle tamam. Bir şey yok. Süper. Tamam. Tamam. Kolay gelsin. Even ander iets. Even ander iets. Vertel, in de straat. Vertel. Wij staan hier net geparkeerd. Juist. Komt er een auto aan? Stappen 3 mannen uit. En? Juist. 3 undercovers. Dat is in ieder geval politie. Ja, en wat vroegen ze? Die vroegen of het allemaal in orde was met ons. En of we het naar de zin hadden. En of we niet door iemand gestoord of lastig gevallen waren. Nou, dat waren we ook niet. Dus, en wat moeten we doen als het wel gebeurt? Dan moeten we de politie bellen. 112. Zijn ze er onmiddellijk. Ja. Maar tot nu toe niks aan de hand. Maar goed, ze houden je wel in de gaten. Waar we nou weer bij land zijn? Jouw huis? Je hebt het wel mooi versierd daarboven. Boven de deur. Even kijken. Boven is het bedrijf. Die houdt wat. Ja. Ja hoor, die mensen die hier hun hol hebben uitgehakt, die woonden echt mooi zo aan die vallei.
Dus dat was wel even interessant om weer te zien. We gaan verder, want er is natuurlijk nog genoeg te zien. En je raadt het nooit, we lopen een beetje rond. En dan komen we weer een kudde geiten tegen. Nou ja, ook maar even gedacht zeggen. Ja, dat was. Dat lijkt ook. Best mooi, hè? Schitterend, lekker water. Ja, van alles en nog wat. Mooi bruggetje, oud bruggetje. Schitterend mooi. Zo, dat was weer eventjes interessant. Een ontmoeting met een geit. Zo zie je nog eens eventjes wat. We gaan verder. We zitten nog steeds aan de noordkant van het Vanmeer. En daar valt natuurlijk nog veel meer te zien. Dus wat doen we? We gaan gewoon maar een beetje rondrijden. Kriskras door het oosten van Turkije. En zo kom je vanzelf weer bij het Vanmeer uit. Kijk, daar ligt het Vanmeer aan de rechterkant. En we gaan op zoek naar het volgende project. Want we hebben nog genoeg te beleven. Mooi zicht op de Zuidkampberg. We gaan naar een soort kratermeertje en kijken of daar wat is. Zeker. Er is in ieder geval vis, zag ik net. Je kon daar forel eten. En daar is hij weer, het volgende kratermeer. En deze is wel heel erg apart hoor. Moet je eens kijken wat een mooie blauwe kleur dat water heeft. Dit ziet er echt helemaal geweldig uit. We staan hier bij een van de vele kratermeren wat Turkije heeft. Heel mooi. Heel rustig. Alleen de kikkers zijn te horen. Hele grote kikkers volgens mij. Als je dat zo hoort. En we staan bij een restaurant. We hebben gisteren heel lekker gegeten. We gaan er zo meteen ontbijten. En Erik hoopt dat hij toch wel zijn douche aankrijgt. Want dan moet hij daar maar anders onder de waterkraan gaan staan. In zijn onderbroek natuurlijk. Hè? De waterpomp doet het niet. Nee. En waarschijnlijk kan het zijn dat het filter verstopt zit. Aha. Dan kom je erbij. En dat is weer nieuw, een kapotte waterpomp. We gaan straks maar eens even kijken, want ik heb eigenlijk meer zin om eerst te ontbijten. Wat is het, zei je, voor de kaapjes? Nou, die zijn nou die eitjes aan het bevruchten. Ah, vandaar. Die vrouwtjes leggen die eitjes in dat riet. Aha. En die mannetjes gaan er dan eventjes lekker langs heen. Het was gisteravond wel leuk. We hebben hier dus heel lekker gegeten, lekkere vis. Ja. En ik zeg, God, heeft u ontbijt mogen vroeger? Kijk zo, nou, dan heb ik ontbijt. Ja, dat wordt geregeld. Dan kom ik wel vroeg mijn bed uit en maak ik u een ontbijtje. Kijk. Dus, daar hebben we wel zin in. Zeker. Jam, jam. Het ontbijt wordt geserveerd. Oh, lekker. Ziet er goed uit. Super. Kijk eens. Het borrelt. Het alleen al hoe ze het opdienen, het is zo mooi. We moeten nog wel even hier de naam vervolgens zetten. Oeh, lekker honing, bal, olijf, tea, boter, oeh, la la. De rest komt eraan, het brood, de thee, de lekkere thee. Zo, en na een lekker ontbijt heb je genoeg inspiratie wat er nou aan de hand is met die waterpomp. Even kijken. Handyman Erik. Sloopie, sloopie. Sloopie, sloopie. Duimpie. En zo sta je dan op de parkeerplaats van een restaurant je halve auto te slopen om bij de waterpomp te komen. Geef niks, mag allemaal. We hadden al even water. Dus. Water uit de... Water uit de emmer, wat houdt dat in? Wat de pompen doet. Dat de pompen doet. Maar we moeten kijken waar die... of die hier wel zuigt. Dus het kan zijn dat er een of andere slanglok zit. Bijvoorbeeld. Oei, daar moet ik om bij te komen. Kijk eens aan, het werk binnen is klaar. De hele waterpomp is uit elkaar geweest. Het waterfilter voor de waterpomp is gereinigd. En dan gaan we verder aan de onderkant van de auto. Want daar kan het natuurlijk ook nog zitten. Het kan best zijn dat er een waterleiding die onder de auto loopt kapot is. Nou ja, dan moet je op je rug. Dan moet je gaan zoeken waar het zit. Komt goed. Lekker, dan valt alles. Alles komt naar beneden, maakt niet uit. Vertel, we waren het geluid al kwijt. Ja, het werkt allemaal weer. In ieder geval, daar zit de waterpomp. En waarschijnlijk heel veel lucht. En hij wou het niet aantrekken op een of andere manier. Dus ik heb van beneden heb ik een waterslang erop gezet. Toen gaat de lucht eruit. Snel hem weer gemonteerd. En nou lijkt hij het te doen, hè? Dus we komen wel waar we wezen willen, maar... Waar zal het in gezeten hebben? Nou, ergens lucht. Het is lucht. Dat kan je gewoon merken dat er lucht ergens zit. Maar ja, waar en hoe en wat, die slangen lijken allemaal goed. Dus
Geen lekkage. Nee, niks, nergens. Nee. Dus ja, het kan ook wel zijn dat die pomp gewoon niet echt geschikt is om water aan te zuigen hoor. Die heb je ook. Je moet een zelf aanzuigende pomp hebben. Dus het kan zijn, als we ooit een keer weer in Nederland zijn, dat we hem vervangen door een toch een iets betere pomp, denk ik. Gewoon doen. Ja, dat zien we wel. Maar voorlopig gaan we verder. We gaan de boel hier weer aansluiten en kijken of het blijft werken. En dan zijn we weer een stuk verder. Oké, doorgaan. Handyman. Ja, best blij met jou als handyman hoor. Zeker. Dat je zo net helemaal met je beentjes onder de camper hebt gelegen. Ja, kijk en, mooi liggen. Ja, in het water half. Maar ook blij dat je het gevonden hebt. Verbaast niets. Verbaast nee, maar ik hoop dat het goed blijft. Hè. Je weet niet of die pomp natuurlijk een beetje aan het eind is. Dat die ooit een keer droog gelopen is. Dat was een drempel. En wat ook kan is dat hij, omdat hij natuurlijk aan de Zwarte Zee gekocht is. En daar heeft hij een hele winter gestaan. Dat die pomp bevroren geweest is. Dat kan ook, hè? Dat hij daarvan geleden heeft. Ja. Dus we hopen dat hij het volhoudt, want het is hier zometeen offerfeest. Dus de komende 9 dagen gebeurt er bijna niks in Turkije. Dus we kunnen ook geen onderdelen bestellen. Hij moet het gewoon blijven doen. Ja, en anders hebben we een emmertje met water. Ja, gewoon, ja. Dat redt zich wel. Het is niet, kijk, als de motor uitvalt heb je een groter probleem. Ja. Dit soort dingetjes, dat, dit zijn de drempels die ze hier... Heel graag hebben. Ja, ze zijn waarschijnlijk naar Nederland geweest. Denk maar... ik ook. Dus alles werkt, alles gaat. We gaan gezellig een stukje om het meer rijden. En dan schijnen we naar een waterval te gaan. Ja. Nou, de... fijn, dat hebben we niet gedoucht vanmorgen. Geen nee, dat je hoopt dus, dat het... Dus dat de waterval een beetje warm water is. Net zoals in Griekenland toen, hè? Bij de... Thermaalpali. Maar het was wel lekker warm toen. Dat wel. Ja. Even terugkomend op dit meer waar we gestaan hebben. Het is een heel mooi... Kijk even. Die gaten zijn ontstaan bij de vulkaanuitbarstingen. Zoiets. En we hebben vanmorgen mooie karpers zien paren. Jo, nee, karpers paren niet. Die bevruchten die eitjes. Die mannetjes die hebben de eitjes bevrucht. Die vrouwtjes zijn wel lang weg. Ja, waar die mannen weer niet zoveel lawaai maken. Juist, die mannen waren lekker die eitjes aan bevruchten. Dus mooi meer. Hele grote vissen zitten erin. Dus hou je van vissen, ga een keer even naar Van. Het is maar 4.300 kilometer ongeveer vanaf Nederland. Dus maar heb je wel een mooie stek. Ja, daar heb je wel wat. Het is weer wat anders, hè? Weekendje vissen. En het grote voordeel van Turkije, je hebt geen visvergunning nodig. Dat scheelt je mooi weer €25. Volgende week gaan we verder. Joke gaat misschien over deze brug lopen, of misschien ook niet. En dan zien we een waterval. Daar staat een bord dat je niet in het water mag, dus dat loopt ook prima. En dan gaan we op bezoek bij de Sultan. Tot volgende week. Vond je de video leuk? Geef even een duimpje omhoog. En heb je nog niet geabonneerd? Doe het dan nu.